Welkom bij Kwekerij Overhagen. We zijn hier in de trekkas, omdat hier alle planten opgetrokken worden. Dit is de kas met de meest verschillende gezichten. Vanaf september staan de stekken er. En de meeste klanten kennen dit gewoon als verkoopkas, propvol met alles wat bloeit. Ja, zoals je ziet ben ik aan het zaaien en dat gebeurt onder de tunnels. En door die tunnels houdt het de warmte vast en hoef ik in de ruimte rondom minder te stoken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met kosten. Ik laat het onder de tunnels kiemen en als het gekiemd heeft gaat het later op de grond in de ruimte, zodat het minder vochtig is en minder smet of smul komt. Dit is altijd heerlijk, want met dit zaaien, dat doe ik altijd in mijn eentje, omdat het vrij geconcentreerd moet zijn. Op het moment van het zaaien, dan is de trekkas echt van mij. In principe doen we alle werkzaamheden met elkaar. Alleen het zaaien, dat is van mij. Dat moet secuur gebeuren. En het is heerlijk rustig. En ik doe op momenten dat er verder niemand is, ben ik aan het zaaien. En ja, in dit geval is het zelfs een beetje weemoedig, omdat ik bezig ben of ik mijn pachtcontract verlengd krijg. Dus eigenlijk vraag ik me ook af, is dit de laatste keer dat ik aan het zaaien ben? Dus dat heeft toch een dubbele betekenis voor me.